staat er in de cabine? Mijn moeder. Je moeder? Ja, mijn moeder. Jouw moeder ook? Ja. Is het dezelfde? Ja. Is het ook jouw moeder? Nee. Moeder van mijn vriend. Oh, jij bent een vriendje van haar? Ja, dat is een vriendje. Is jullie moeder? En heeft ze een goed idee? Heel goed, ja. Echt? Ja, ze gebruikt het al 3 jaar. Je gebruikt het al 3 jaar? Ja. Waarom fluisteren we eigenlijk? Dat duurt. Ik ben ermee begonnen. Wat is het idee? Ik heb de parabak ontworpen na veel ergernis in de tuin met een parasolvoet die je met water kan vullen, die te zwaar zijn, die je moet verslepen, die lelijk zijn, vooral veel lelijk. En toen heb ik deze ontworpen. Deze is eigenlijk gewoon een plantenbak waar je naar eigen keus je planten in kan zetten, naar eigen smaak, naar eigen schoonheid enzovoort. Is ze echt zenuwachtig? Ja, heel zenuwachtig. Hoe zie je dat? Hoe aan zie haar je hoofd. Ja? Ik vind het nog redelijk relaxed lachen. Nee, nee? Attila, is dat iets voor in jouw hotel? Of, nee. Op het terras? Nee, gewoon een bloempot of zo. Ja, dat klopt, ja. Ja. Met een parasol erin. Ja, maar er zit binnenin ja, zit dus een opvang. Ja, dat klopt. Huls. Dus je kan hem in die huls steken. Dat is het beste idee van Nederland. Ja. Oh, dat is de vraag ja, aan jou. Ja, maar niemand heeft hem. Nee, dat klopt. Ja. Ja, oké. Okay. Ik vraag me ook af of iemand er wil hebben. Ik heb een plantje. Ja, ja. Niet dus, denk ik. Wat vind jij, Inge? Nou ja, ik vind het decoratief leuk opgelost. Alleen als je mij vraagt, is dit het beste idee van Nederland? Ik zeg nee. Ja, ik vind het er mooi uitzien. Maar ik denk niet dat het het beste idee van Nederland is. Volgens mij is het geen beste idee van Nederland. Helaas. Oh, vind het zielig. Ik geloof dat ik jullie moet ondersteunen. Ik vind het ook zielig. Ja, vind je het zielig? Ja. De jury zag dit fleurige idee totaal niet zitten. Oké, next.